Het was zaterdag Wereld Fair Trade Dag. En daarom organiseerde de Wereldwinkel Zoeterwoude voor de vierde keer een heerlijk, eerlijke en duurzame lentemarkt. Dat allemaal op het Dorpsplein in Zoeterwoude. En dan gaat het over duurzaamheid. Dus je kunt hier allerlei dingen ontdekken rondom zonnepanelen. Hoe kan je warm water in je huis verwarmen zonder gas, maar met lichtcellen. Dus een innovatie, dus dat vind ik heel leuk. Daarnaast zijn er eerlijke streekproducten. Boerenkaas, boerenijs, zelfgemaakte taarten. En er zijn heel veel beesten voor kinderen. Dus we vieren ook de lente vandaag met elkaar. En zoals je hoort is er muziek, dus er wordt gezongen. En er is een straattheateract nu bezig. Die heet Donkey Plastic. En zo hebben we een hele leuke veelzijdige markt vandaag. Dus nu allemaal... Ah, die Donkey Plastic, no, is die kien, no, no, plaatje, no. En wat ben je hier aan het doen? Ik ben de geitjes aan het aaien. En vind je dat leuk om te doen? Ja, ze komen ook van het geertje. Dus je hebt ze al vaker gezien? Ja. Wat vind je nou van deze lentemarkt hier? Gezellig. Hier kan je ook gewoon dieren kopen en er zijn heel veel dingen. Op de markt waren onder andere biologische en eerlijke producten uit Zoeterwoude te vinden. Ja, dan gaat het natuurlijk ook om eerlijke producten. Hoe maak je dan een eerlijke kaas? Je begint met rauwmelk. En daar maak je handmatig wel met behulp van machines kaas van. En dat is eerlijk omdat ik voor de rest niets aan toevoeg. Het is puur zuiver. En ook burgemeester Liesbeth Bloemen hield spreekuur op de lentemarkt. En waarom doet u dit? Omdat het gewoon leuk is om hier te zitten. En mensen hebben soms wat op hun lever wat ze niet willen mailen, niet het gemeentehuis in komen. Nou, dan kunnen ze hier en ze krijgen een kop koffie en een koekje. Nou, dan komt het verhaal er wel uit. En wat voor gesprekken heeft u al gehad? Nou, een paar vragen over dingen. Was meneer net over fijnstof. En die heb ik naar de gemeentelijke dingen gestuurd. Maar er was ook een mevrouw die vertelde dat ze na 38 jaar hier weggaat. En die kwam eigenlijk mij en daarmee de gemeenschap Zoeterwoude Dorp bedanken voor de fijne tijd die ze hier heeft gehad. En uiteraard werd er ook gezorgd voor een beetje muziek.